Ja, beste kijkers, we zijn er weer, want ja, het is weer de tijd voor In Gesprek Met. We zijn nu bij een man terecht gekomen, het is een echte verzamelaar. Je kijkt erom nu die. Ten eerste praten we hier met Jan Boon. Jan Boon, ja, laten we maar bij begin, want ja, wie is Jan Boon? Ja, en we hebben hier is de verzamelaar. Ja, dat is Jan Boon aan de Zuid-Zeestraatweg 275. En ik ben op een klein hoekje begonnen en toen was het steeds groter. En toen hebben we een paar jaar geleden nou een daktrap gehad en toen ben ik naar boven gegaan en dat groeide uit. En al die verzamelaars die kwamen bij me, ja, zo is ruilen. Ja, we hebben een doos vol, hupsie. Ja, die heb ik nog niet in, die heb ik nog niet. Nou, zo is het allemaal aan het ruilen aangegaan. Maar hoe ben je ter Robbie gekomen? En wat voor jaartal ben je eigenlijk bij die begin? Ja, nou ja, in 1993 ben ik vast begonnen, maar ik had eerst allemaal in kleine doosjes. Nou ja, goed. En dan gooi maar in. En dat was er niet beter op. Ja. Dat is net als een vrachtwagenchauffeur. Gooi de pen maar in. Die pen die wil ik helemaal niet meer hebben. Van nee. De vrachtwagenchauffeur. Nee, die wil ik niet hebben, want die ben zo lelijk als ik weet niet wat. Ja. En de naam allemaal eraf en beschadigd. Want sommige, ik weet ook, die hebben ook een vrachtwagenchauffeur. Die zeggen, ik heb een hele klare pen. Nou, die gooien een keer in de brievenbus. Ik heb ze zo upsie in de vuilnisbak. Maar hoe kom je op het idee om met pen te beginnen? Ja, dat heb je dan als je dan een klare in een doos hebt zitten en je begint dan te verzamelen en dan hem weg te gooien. Ja, dat doe je ook niet. Dat hoort niet. Dat doe je niet en dat wil ik ook niet. En zo is dat dan begonnen. Ja. Nou ja, en nu zit ik hier en ik verveel me niet. En nu krijg ik nog iedere keer wat door de vloer. En ook verzamelaarbeurzen, ook. Nou ja, er stapt er best wat. En nou ja, goed, en dan zo komen we nog eens weer aan een regeling. En voor de gezelligheid is ook mooi. Ja, maar wat was zo'n eerste pen die een beetje in bezit kreeg? Nou, dat was hier de hele oude type nog, hier zo. Ja. Dat was van de Dalhuizen en Toyota's. En dat waren de meeste oude pen die ik zo'n beetje het eerste kreeg. Die hoef je dus niet te kopen, die kon je zo genadig opbouwen. Ja, want ik heb er nog wat van Dalhuizen, dat ik pas bij de kringloop. Die zegt, man, ik heb nog een hele doos met pen van Dalhuizen. Rooi en zwart en groen. En ik zeg, oké, neem ik zo alles mee. Ik zeg, dan verzamel ik ze weer eventjes en dan ruil ik ze weer. Nou, die man was zo allemaal geblieven, jongen. Goh, ik wil een hele oude type zeggen. Een hele oude type van die pen. Maar je moet toch wel een beetje kijken bij dan een beetje tot een bepaalde pen komt en zeg je, ja, die kan ik verzamelen. Ja, zeker. Nou ja, goed. En zodoende, ik zeg, nou, ik hou er een paar achteruit, want ik zeg, ik weet er nog wat. Die verzamelen ze ook. Nou, en als ze dan komen, dan geef ik ze die zo. Ja. Hij zegt, die heb ik helemaal niet. Door deze pen is zo, nog steeds de enthousiasme nog groter geworden. Ja, en dan elk jaar kregen we een ander soort en die mensen die gaan allemaal op vakantie. Nou, wat moet je hebben? Nou, ik zei, breng maar een pen mee. Nou ja, dan ben ik doodgelukkig. Ja, dolgelukkig. Ja, dolgelukkig. Ja, hier hebben we internationale pennen, hè Jan. Daar ben je druk op meer naar het zuigen. Ja, nou. Waar komt deze pen vandaan? Nou, die komen allemaal uit Amerika. Amerika. En hoe kom je? Moet je die zelf opbouwen of hoe gaat dat? Nee, een zoon van de tandarts, die woont in Amerika. En die heeft schoonvader, die zit op een oliewagen en die komt de hele Amerika, die omtrek, komt die olie brengen. En die zegt, nou, ik heb nog een man, die verzamelt pen. Nou, en dan zodoende krijgen wij ze hierop aan. Ja, maar moet je daarvoor betalen? Nee. Of? Ik is allemaal gratis. Allemaal gratis. Dat kost ook geen dubbeltje. Nee. Ik koop best wat. Ja. Dat denk ik nooit aan een verspierziekte of, nou ja, goed. Ja. Maar anders, nee. Allemaal krijgen. En wat ziet er zo meer? Kijk, dit ben ook bekende markt, hè? Ja, daar bent wel bekende markt. Op Amerika, Siemens. Ja, Siemens. En nu maar op. Ja. Die vraag van ze via, hoe komt die door zo aan? Gaat die dan bij mensen langs of hoe doet dat? Ja, het is net als hier bij Dalhuizen vroeger, daar ging overal bij de boeren langs olie brengen. Ja. En zo is het daar ook. Ze hebben bij de tankstations en alle meer. Zodoende komen ze aan die pen. Ja, je bent in het verleden begonnen beneden, hoe staan we hier op de vliering. Ja. Je bent steeds groter geworden. Ja, zeker. Ja. En nou ja, ik wil nog wel groter, want ik heb ze allemaal nog niet aan. Maar ik doe iedere keer wat. Ja, wat is uw doelstelling om te halen? Nou,
het hoogste punt heb ik nog nooit bereikt. Maar dat heb ik ook nooit in mijn hoofd. Het verveelde wordt nooit? Nee. Dan denk ik van pas verdikken, maar ga weer naar boven en al die pennen in de rommel. Nee, echt niet. Helemaal niks. Nee, echt niet. En een voorkeur van pen, bepaalde pen dat je zegt. Nou ja. Dat bent ze. Dat bent voor mij de populaire pen. Nou ja, goed, als ik wat uit Amerika kreeg of Zuid-Afrika of net zo wat, nou ja, dat is onbelangrijk voor mij. Dan denk ik, ja. Die kregen we allemaal niet. Ja, in het verleden, dat kan me nog herinneren, was de Rabobank toch wel een van de... Ja, van de grootste. Ja, hè? Ja. Van de meeste pennen, hè? Ja, want ik heb toch wat hangen, dat is allemaal Rabo. Ja, hè? Allemaal Rabo. Ja, daar gaan we zo ook even mee, natuurlijk. Maar ik heb ook nog hele album van PTT. Ja. En er staan allemaal nummers op. Van 13 of 14, die jaartallen. En die heb ik ook nog. Ja, en dat is echt dat is oud verleden nog weer. Ja. Ja. Maar wat is er veranderd bij nu en toen, wat qua model pen naar gaande? Nou, dat zegt iedere penverzamelaar, die zegt, het was steeds anders met de pen eerst. Maar wat is een pen wat weer duurder om op te drukken? Ja. Want ze heeft me ook wel gevraagd, Jan, waarom druk jij geen pennen af voor 1000 pennen? Zeg, moet je eens ruiken, als ik 1000 pennen heb en ik had 200 of 300 euro, laat me zo maar zeggen. Ja, ja. En die geef ik allemaal weg. Ja. Daar heb ik niks meer van terug. Nee, kom je mensen niet zo je kijken om te zeggen, nou, ik vind het mooi interessant om mijn pennen te bekijken. Dat wel. Maar daar vrouw je niks voor natuurlijk, dat is gratis voor niks. Iedereen mag gratis kijken. Ja. Behalve, nou ja, ik ben alleen, maar als ze komt kijken, dan is het allemaal op telefoon. Ja, ja. Dan kunnen ze... Dan maken we gewoon een afspraak en dan zeggen nou, dan in dan. Ja. En met de mensen bij die zeggen van, dit is toch wel een... Ja, dan zie je niet van de zolder af te branden. Prachtig exemplaar. Ja, ze ligt gewoon op de knie. Ja, hè? Ja, ze ligt gewoon op de knie. Ja. Hier zo, of daar zo. Maar je hebt meerdere penverzamelaars, begrijp ik u de woorden. Waar zitten die een beetje? Of in buitenland? Ook wel, maar in Utrecht. Daar komen ook wel die man, maar daar ga ik niet naartoe. Want ik heb geen auto, maar die zeggen ook, ze komen overal wel vandaan. Ja, ja. Maar in Utrecht is altijd de grootste verzamelaarbeurs van pen en van dit en van dat. En daar hoor jij natuurlijk. Nou, ik niet, maar wel ene die... steeds hier komt. Ja, die is een beetje compagnon voor u. Ja. Om te zeggen, nou Jan, ik breng wel eens serie mee. Ja. Ja. Dat is ook een hele goede kenner dus. Nou ja, dat bedoel ik. Ja, je kunt niet meer rommelen. Nee, echt niet. Nee, want die hebben al aangegeven van, een pennen met goed leesbaar bij, is er een woordje weg, is het afgelopen. Ja. Ja. Maar anders hebben we er niks. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Nou, wie gaat zo eens even kijken bij die Rabobankpen? Ja, nou, nu ben je dan bij de pen gekomen, Jan, van de Rabobank. De Rabobank. Ja, dat was, zoals ik al zei, oorlog vroeger met die pennen. Hè? Ja, maar je hebt ook nog weer een hele andere soort van de Rabobank. Die hebben we net staan. Ja, hebben. Ja. Dat wij ook nog weer van de soort Rabobank. Want nu heb je weer van die zwarten, van die wegwerp. Ja, dat was van nu, maar nu van toen wij hier allemaal zitten, waar we nu staan. Ja, en dit ben ik later weer in de kom. En heb je die ook zo op kunnen halen bij de Rabobank? Ja, want als ik bij de Rabobank ben gezien en ik zeg, die pen heb ik nog niet. Nee. Ja, maar ik moet ook schrijven, zegt dat meisje. Ik zeg, de Rabobank heeft zoveel pen. Ik zeg, jij kunt wel schrijven. Zeker. Dan heb je er ook nog van de PTT Post tussen hang, zie ik. Dat rode pennetje door. Ja. Dat is ook een pracht pennen. Hier zo, ja. Dat is ook weer van de PTT. Ja. Ja. Dan waren ook altijd de echte pennen, hè, zeggen ze vooral. Ja. Nou, ja. Maar je hebt ook bladen gehaald, Jan. Hoe ben die bladen hier terecht te komen in Oldebroek? Met mensen die je gebeld hebben, die zeggen van nou, kunnen we een stuk voor blad schrijven of... Ja. Hoe moet ik dat nog een beetje uitleggen? Ja, goed. Ze hebben me zo vaak gevraagd. Je bent man bij de hond en dit en dat. Nou ja, toen zijn we, nou, toen bij Amagon TVGL of de loco. Ja. Nou, goed. En zo is het ook weer aangekomen. Ja, want de blad ter degen, die kwam er nog, hè? Ja, de blad ter degen, daar ben ik ook ingekomen. Daar heb ik mijn zwager mee ingezet en die zijn hier geweest. Ja. Nou, die wist ook niet wat hier ze zagen. Nee. Jongen. Ze keken er gewoon de ogen uit hier, joh. Ja, en dan heb je
Die mensen die hier komen, komt die zo'n globale bieding vandaan? Uit nou, de buurt hier of ook elders uit Nederland? Ook wel op deze omgeving en ook wel die op de landgoed kloor zitten, op een vakantie. Dat zeg ik, er zit nog ergens een verzamelaar en daar wil ik nog even naar kijken. Ja. En dan zegt hij, nou dan moet je er wel in bellen, want die man die is nog eens vaak weg. Nou, die geeft ze gewoon de telefoon door en dan belt ze me s'avonds een keer ondertekenen. Nou, ik zeg, kom maar. En, ja, we zitten hier op het landgoed Loo. Ja. En weet je wel, want een keer komt kijken, want je hebt zoveel pennen en zoveel. En dit en dat. Ik zeg, nou, kom maar op. Ik zeg, je mag komen kijken. Nou, ja. Jongen. En dan kwamen ze hier, jongens. Ja. Allemaal volgens mij. Kunnen mensen dingen herinneren die uit de pen haalt? Wat dat wilde zeggen, die ziet alle pennen, die zeggen, nou. Dat weet ik nog wel van vroeger, dat ze de pennen kunnen herinneren. Jawel. Ja, goed, dat moeten ze net hebben zien welke afdeling is, zou ik zeggen, want ik heb ze allemaal op kleur. Ja. En dan moeten ze even rondkijken. En dan, dan zegt ze, ja, zo'n pen heb ik ook al gehad en zo'n pen was van vroeger. Ik zei, dat klopt allemaal, want dat weet ik nog wel. Maar hoe kun je dat onderscheiden? Want er hangen je duizenden pennen en je hebt er helemaal geen zelden tussen. Nee. Hoe kan dat? Komt dat door het model of? Aan een kopie. In kopie? Ja. Je hebt een almanak in de kop zitten? Juist. Je bent geen computerkenner, maar je bent naar de schijven? Echt waar. En als ik er nu 20 krijg of 30, ja. Dat is net als die man die allemaal bierglazen verzamelt. Hij zegt, ik weet precies wat ik heb. En toen had ik er een keer een van Hendrikus en die zegt, dat glas mag jij hebben, de bierglas. Ja. Ja, zeg, maar die heb ik al. Ik zeg, heb je die al? Ja, je moet er wel in staan. Nou, wil je kijken? Ja, zeg, hij staat hier. Ik zeg, ja, maar dat is weer een verschil. Ik zeg, maar daar zat geen groot randje omheen. Ik zeg, en die weg. Ja. Nou, had er weer een. En zo. Ja. Heel bijzonder is dat. Ja, en dan zo komt hij weer bij mij, weer mijn pen. Ja. Dan zeg je ergens op vakantie, dan zeg je, nou, je hebt weer mijn pen. Ja, hij moet dan om zijn die mee, maar dat maakt niks uit. Nee. Maar hij zegt, dan ben jij weer pen. Ja. En zo doen we dat. Ja, maar die hebben een hele banden vol. Dat heb je ook allemaal netjes met koortjes en kabeltjes van een merk. Ja. Want dan wordt het te zwaar, topswoor zeg ik altijd. Topswoor. Maar dat doe je met bepaalde kaarten. En dan zullen we zo eens even nog een keer hoe je dat doet. Ik heb met visdraad gedaan. Ja. Maar dat beveel me niet. En nee, daar moet je vis mee vangen, geen pen dan. Juist. Ik kon geen aal mee vangen. Nee. Maar toen heb ik Timmans draad. Ja. En dat heb ik nu allemaal aan. Ja, dat is sterk, hè? En dat kon ik ook flink aantrekken. Ja. Ja. Nou, dan gaan we nu eens even naar die kaart hier, want daar ben ik best benieuwd naar hoe dat in zijn werk gaat. Ja, Jan, nu komen we aan de kaart hier. Ja. En naarmate van het kaart kun je aan de wanden zien hoeveel pennen je hebt. Ja, nou, en elke keer als ik er één aanhang of twee, dan steek ik gewoon aan. En als ik dit soms helemaal vol heb, dan tel ik dat bij 394 weer op. Oh ja, ja. Want je staat nummer 18, dus er moeten 18 kaartjes hangen. Ja. Dus dit is nummer 18. Ja. En die is nummer 17, laat ik zo maar zeggen, en daar zit het. En zo kun je uit de wand halen hoeveel pennen als de totale hang, zeg maar. Ja. Oh ja, dat blanke. Dan moet je die kop eraf halen en dan moet je deze er weer aan doen. Ja. En deze die moet je dan weer aanhangen. Ja, ik zie dat wel. Je hebt hele verschillende modellen en systeempjes. Ja, want deze is weer breder. Ja. En het drukmechanisme, dat doe je ook vervangen of zei je dat... Dat pinnetje wat afgebroken is, dit. Ja. Dit haal ik eruit, heel voorzichtig. Ja. En dan dat je deze er weer zo in kunt halen. Ja hoor, dat is ook wel interessant. En niet aan pennen met een aansteker. Ja, dat is ook weer even wat anders. Ja. En die kreeg ook zo aan de beurt, Ja. En achter me eigenlijk ook nog verder in. En dan terug even naar de kringloop, daar ben je werkzaam. Ja. Bent u er ook mensen die we benaderd over van Jan, ik heb nog wel een serie pennen verhoogd? Ik heb een poosje geleden met een halve doos vol gekregen. Oh dus. En waar haal je door dan weer uit? Nou, dan haal ik de mooiste er weer uit en dan, die komt van de vrachtwagenchauffeur, dat kan ik wel zo zien. Ja. Nou, de mooie haal ik heel wel uit en die ik maken kan, die doe ik dan nog. Maar die ik niet maken kan en die bent niet mooi, weg ermee. Maar je verwacht dat er zoveel pennen zonder in oploop.
omloop? Nou, ik weet er één. Het heeft er 100.000. 100.000? Dat is nogal waar. Maar daar ben je nog langer niet aan toe? Daar ben ik nog niet aan toe. Maar hoe ver ik nog kom, dat weet ik niet. Ik ga gewoon rustig opbouwen. Ja, en hoe oud is Jan nu? 72. 72. Oh, dat kun je nog niet lenden, hè? Dat, als je gezond bent, wel. Maar hij dan runt er nog een... Ik ben nog niet in de nok. Oh, dan gooi je iemand aan een die. Ja, dan moet ik eerst weer een grote trapje kopen. dat doe ik wel. Nou ja, af en toe. Je hebt de bladen gehaald, je hebt onlangs ook nog het boek gehaald, de fotografie, Benny van der Warren was en zo. Ja, hoe kijk je je ding op? Als fotograaf om dit eenmaal in portretten kreeg. Nou, die wist niet wat te zeggen. Nee, hè? Echt niet. Oh, hij heeft hier een paar keer rondgelopen en daar zo en dan bekeken. Ja. Hij zei, oh, zeg. Maar het is niet makkelijk om foto's te maken van al die pennen. Nee. Want hij zegt, ik wil eerst even zien wat we aan me dood zeggen. Ja. Nou, hij weer echt. Hij was niet vandaan de branderen. Echt niet. Nee. Maar wel echt. Leuk op zo'n handboek. Hey, je vult nu prima thuis, want ja, je hebt het boek weer gehaald. Oh ja, ik vond het zo gezellig. Ik vond het zo gezellig. En nou ja, ik heb een goed zeggen, ik zei nou, toen ik er was, ik wou nog wel langer blijven, maar ik had mijn dochter erin, die wou ik ook weer wegbrengen. Ja. Wie bent hier de mooie even voor de zolder geweest? We hebben hele bonke dingen nu er liggen, de pen. Want wat is uw wens nog, heb je nog een favoriete pennen die je zegt, die wil ik wel heel graag in bezit hebben? Nou ja, als het ervan komt, ze zetten me allemaal bij mij in bezit. Dat zo maar ja, maakt ook niks uit. Nee. Echt niet. Echt. Je hebt geen voorkeur? Nee, echt niet. Als ik er wat krijg en het een heel aparte pen, dan zeg ik, hé, die heb ik nog niet. En daar ben ik net zo blij mee als een ander die nog hier op de zolder hangt. Heel goed. Tot slot Jan, recht voor de camera. Maak even bekend wie je bent, waar je woont en wanneer ze mensen kunnen komen kijken. Nou mensen. We zitten hier bij de loco, die neemt alles op en ik ben nu thuis. En als diegene die wil komen kijken, laat dan even een telefoontje 63 34 38 aan de Zuiderzeestraat 275 in Oldebroek. En dan kan altijd een afspraak maken. Nou. Heel goed, mooi woorden Jan en bedankt voor de gastvrijheid. En jullie ook, hartelijk dank.